Weer puntverlies voor Ajax. Wat is er toch aan de hand allemaal in Amsterdam? Ja, wat is, wat is er niet aan de hand, hè? Gewonnen de eerste wedstrijd tegen Heracles niet echt heel overtuigend, daarna punten laten liggen bij Excelsior, nu weer punten laten liggen bij Fortuna Sittard, nou, en dan wachten FC Twente en Feyenoord, en dan tussendoor ook nog uh, Marseille. ja En dat ziet er gewoon niet uit, uh, ook bij Fortuna niet. En nu zijn er een aantal uh, van de aankopen die zijn beschikbaar, maar je ziet geen enkele speler met een bepaalde flits dat je denkt, hé, hey, die gaat het verschil maken of die gaat Ajax. Uh, er weer bovenop helpen. Of, dat is echt de leider van Ajax. Uh, Sutalo die kreeg nu de aanvoerdersband. Nog nooit één minuut in Ajax 1 gevoetbald. En dan krijg je de aanvoerdersband. Het geeft iets aan over de armoede bij, bij Ajax. Ook over de leiders binnen Ajax. Ja, en dat is toch wel heel treurig als je dan uh, uit bij uh, Fortuna zit en niet tot scoren komt. En dus ook niet weet uh, te winnen. Ja, en hoe gaat het dan met uh, Maurice Stijn, die met zoveel ambitie begon aan het seizoen bij Ajax. Maar, maar ja, die het dus heel lastig heeft nu. Ja, die heeft het verschrikkelijk lastig en ja, die heeft gewoon één hele grote fout gemaakt. En dus bij zijn contractbesprekingen was hij zo blij dat hij bij Ajax kon tekenen dat hij is vergeten om te zeggen: Van ik wil graag ook mijn vetorecht over aankopen, uh, wil ik uh, in mijn contract hebben. Nou, dat staat er nu niet in. En hij is gewoon een ordinaire werknemer eigenlijk van de technische directeur, directeur voetbalzaak, heet er bij Ajax Sven tot. En die heeft gewoon gezegd: Ik heb jou aangesteld, jij gaat het doen met het materiaal wat ik jou aanlever. En daarmee wil ik dat jij Ajax. Voetbal speelt nu is er allemaal mensen binnengekomen die niet als nummer 1 op de lijst stonden. Uh, allemaal spelers ook die niet uh, door Marie Stijn gewild uh, waren. Ja, en nu heeft hij ook aangegeven dat in Sven mis. dat in feite gewoon zijn eigen koers heeft gevaren, gevaren en hij daar nauwelijks inspraak op heeft gehad. En ja, dat geeft natuurlijk wel te denken, want waar gaat het nou allemaal goed als er een twee-eenheid is tussen technisch directeur en trainer, en die moeten het samen zien te rooien, en dat is bij Ajax totaal niet het geval. Nou, het, het is gewoon een, een bijzonder gevaarlijk experiment wat ze nu bij Ajax aan het uh, uitvoeren zijn, en ja, het, het kan Ajax uh, jarenlang uh, uh, kopzorgen gaan bezorgen, want als je een of 100 miljoen investeert in allemaal spelers die het uiteindelijk niet blijken te redden, ja, dat moet je en afschrijven en dan moet je ze weer verkopen en dan moet je weer opnieuw beginnen. Ja, hoe anders hangt de vlag erbij bij PSV, want daar lijkt alles goed te gaan, hè? Een uh, wereldstart voor Peter Bos. Dit seizoen. Ja. Hoe komt het dat bij PSV alles wel goed loopt? Nou ja, PSV is natuurlijk het Ajax 2.0 eigenlijk, hè? Die hebben heel veel geïnvesteerd. Eigenlijk de kosten zijn daarvoor de ba baat uitgegaan. Die hebben gewoon in kwaliteitsspelers geïnvesteerd. Spelers die er direct staan, die een meerwaarde zijn voor het elftal. Uh, uitgezonderd Pepe, maar daar hebben ze Luc de Jong nog voor. Nou, hoe belangrijk die is, hebben we de afgelopen wedstrijden wel gezien. Ja, daar draait er als een tierenlier met Peter Bos die Ajax voetbal speelt. Ja, die was bij Ajax niet welkom. Edwin van der Sar wilde hem niet in de organisatie hebben. Ja, en je ziet nu wat Peter Bos bij PSV bewerkstelligt. Ja, dat is indrukwekkend. Uh, en plaatsing voor de Champions League. Johan Schaal gewonnen. Uh, Denderen door uh, in de Eredivisie. Gaan, uh, gaan dadelijk groepsfase spelen en spelen verschrikkelijk, aantrekkelijk, aanvallend, dominant voetbal, eigenlijk waar Ajax patent op heeft. Ja, zie je op dit moment dan PSV als de grootste kampioenskandidaat of is dat nog iets te vroeg? Ja, ik, ik vind het te uh, vroeg ten opzichte van Feyenoord, hè, want uh, die spelen ook uh, steeds beter. Die hebben SU Utrecht echt finaal van de mat gespeeld. Dan nou, kan je zeggen van SU Utrecht stond al onderaan met drie gespeeld, 0 punten en 0 goals. Dus zo bijzonder is die 5-1 niet. Maar bij Vlaag speelde Feyenoord echt uh, heel goed voetbal. Een beetje voetbal wat deed denken aan uh, vorig jaar, hè, toen het zo, uh, zo goed ging. Dus ik zou zeggen, het gaat tussen uh, PSV en Feyenoord uh, op dit moment. Omdat ja, Ajax zie ik eigenlijk niet meer als een serieuze titelkandidaat. Ze staan nu ook al weer, uh, wat is het, vier punten achter op PSV. Maar uh, ja, het, het zal gaan tussen uh, Feyenoord en, uh, en PSV. En die, die spelen allebei uh, alle aantrekkelijkste voetbal. Dan nog even naar de aanvoerder van vorig seizoen van Feyenoord. Kukciu maakte dit weekend een fantastisch doelpunt bij Benfica. Ja. Niet, genieten hè? om hem zo te zien spelen. Of niet? Ja, ik, ik denk dat deze goal voor hem echt heel erg belangrijk was. Het was tegen Vitoria Guimarães. die stond er bovenaan. Als je met zo'n goal uh, ja, je stempel op een wedstrijd kan drukken. Ja, dan weet in ieder geval heel Portugal dat jij uh, een speler bent die een meerwaarde vertegenwoordigt. En hij was natuurlijk de duurste aankoop van, de, van Benfica. Ja, en dan is dit gewoon, uh, gewoon heerlijk voor hem. Ja, hij is speler van het jaar geworden hè, bij uh, Telesport. Hij heeft de gouden schoen gekregen. Meer dan ja, terecht? Volledig terecht. En uh, wat geweldig is, uh, hij is speciaal uh, ook omdat uh, uh, de. De competitie in Portugal ligt ook stil hè, vanwege de interlandperiode. Speciaal naar Nederland gekomen om die, uh, die uh, gouden schoenen van de telegraaf op te halen. Dat, dat ga, gaat natuurlijk ook in Portugal uh, uh, bekend worden en die foto's uh, die gaan ook in Portugal uh, uh, gezien worden. Ja, en uh, ik vind het uh, heel bijzonder dat iemand speciaal naar Nederland komt om die prijs op te halen, want hij heeft echt een druk programma. Want Volgens mij vertrekt hij morgen of dinsdag vertrekt hij alweer naar uh, Turkije. Dan spelen ze een oefeninterland tegen Armenië. Dan moet hij weer terug naar België voor een EK-interland uh, EK tegen Armenië. Dan terug naar België om een uh, wedstrijd te spelen tegen Japan. Dat is dan wel een oefeninterland. Daarna weer naar Portugal. Om uh, ja, de, de boel uh, weer uh, op te starten bij Benfica met uh, ja, competitie en Champions League voetbal natuurlijk. Ja, en als hij zich zo blijft manifesteren zoals hij nu doet in de Portugese competitie, en als hij dat weet door te trekken naar de Champions League, ja, dan uh, is het natuurlijk, en dat vinden zij al, een, een geweldige aankoop voor Benfica.